Goedenavond allemaal. Ben ik goed te verstaan? Nee? Dan kan ik er niks aan. Moet je micro dan luider? Of? Ja, is het nu goed? Ja. Ze doen mij teken dat het nu beter is. Goed. Eén opmerking vooraf. Ik weet dat dit een breed publiek is. Ik heb over dit onderwerp al wel vaker gesproken. Meestal voor psychologen of iets in de buurt. Vandaag word ik geacht om te spreken voor mensen, variërend van alle menswetenschappen tot positieve wetenschappen en biomedische en weet ik veel wat. Dat is niet zo gemakkelijk. Ik ga nagenoeg niets zeggen over statistiek. Ik ga wel een heel klein beetje zeggen over statistiek. Als je daar een broertje aan dood hebt, dat is geen ramp. Ik hoop dat je de rest van het verhaal goed kunt volgen. Ik ga relatief weinig zeggen. Ik ga maar heel even iets vermelden over plagiaat. Het overschrijven zonder bronvermelding enzovoort. Ik moet een keuze maken. Hè. Over dit onderwerp zou ik eigenlijk een volledige cursus kunnen geven. En ik moet het nu bundelen in een dik uur. Dus een aantal van jullie, als je daar specifiek in geïnteresseerd bent, dan gaat je op uw honger blijven zitten, vrees ik. Maar goed. Wetenschap. Wetenschap is heel intrigerend. Wetenschap kan ons antwoorden geven, of ten dele antwoorden geven, op filosofische vragen, op heel fundamentele vragen. En dat is een van de redenen waarom wetenschap heel belangrijk is. Maar wetenschap dringt ook door in beslissingen die moeten genomen worden in onze maatschappij. Als het gaat bijvoorbeeld over kernenergie, moeten we daarmee door of niet? Dan wordt er een wetenschapper opgevoerd en dat is de expert. En daar wordt aan gevraagd, hoe zit het nu precies? Want de meesten onder jullie en ik, over kernenergie, ik weet daar niks van. Dus ik moet mij baseren in mijn mening op wat ik hoor of wat ik lees van een expert. Daar is op zich niks mis mee natuurlijk. Ook de politieke kwesties. Ook daar komen wetenschappers bij aan het woord. De cijfers die politieke partijen geven, kloppen die wetenschappelijk gezien enzovoort. Opwarming van de aarde, iets waar we heel vaak mee geconfronteerd worden de laatste tijd. Hoe zit dat precies? U hebt misschien allemaal nog een week geleden die man in de Amerikaanse Senaat gezien die daar met een sneeuwbal staat te spelen en die zegt opwarming van de aarde, zie dus ik heb hier een sneeuwbal vast. Weegt dat op tegen wetenschappelijke evidentie? De meesten zullen zeggen nee, als die wetenschappelijke evidentie allemaal kosher is natuurlijk. Dementeren horen we meer over. Dit maar om te zeggen, heel wat maatschappelijke vragen. Daarvoor zijn we aangewezen op wetenschap. Zet de tv op en voortdurend komen daar wetenschappers op die te woord komen over van alles en nog wat. Ja, ik zie sommigen lachen. Pun intended. Maar goed, ik ga het hier hebben over wetenschappelijke fraude en dat kun je eigenlijk opdelen in drie. Mijn verhaal kun je opdelen in drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk zou gaan over de goeie. En wat bedoel ik daarmee? Wel, hoe wetenschap verloopt volgens het boekje. Ik heb hier een keer opgezocht wat Wikipedia zegt over wetenschap. Wetenschap is systematisch verkregen, geordende en objectieve menselijke kennis. Ik zou een iets andere definitie kunnen geven, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Nu, hoe gaat wetenschap in zijn werk? Wel, eerst is er hypotheseontwikkeling en dat gebeurt nagenoeg altijd door het bekijken van de literatuur. Dat vergt eerst nogal wat studiewerk enzovoort. Dan doet iemand een gecontroleerde test. En de voorbeelden die hier staan komen duidelijk niet uit de menswetenschappen, maar maakt op zich ook weer niet zoveel uit. Dan verzamelen we objectieve gegevens, al dan niet kwantitatief. En in de meeste voorbeelden die ik zal geven, gaat het wel over kwantitatieve gegevens. En dan analyseren we die resultaten.
kunnen ons afvragen, twee variabelen, hangen die samen of hangen die niet samen? Of is er een verschil tussen behandeling X en behandeling Y enzovoort? En daarvoor hebben we wat statistiek nodig. Ik ga heel, heel kort iets zeggen over statistiek, niet veel. Bij statistiek doen we eigenlijk op basis van een steekproef. We verzamelen gegevens van een deel van de mogelijke observaties. We doen een uitspraak eigenlijk over de werkelijkheid in zijn geheel. En we stellen ons de vraag, is er een effect? Hangen twee variabelen samen of is er een verschil tussen twee behandelingen of wat dan ook in de werkelijkheid? En we doen dat op basis van steekproefgegevens. Nu zijn er vier mogelijkheden. Ofwel is er in de werkelijkheid geen effect en zeggen wij op basis van onze steekproef dat er wel een effect is. Ofwel zeggen we ja, er is een effect en in de werkelijkheid is dat ook zo. Ofwel zeggen we nee, er is geen effect en in de werkelijkheid is er ook geen effect. Of de vierde mogelijkheid, we zeggen dat er geen effect is, maar in de werkelijkheid is er wel een effect. Dus in twee van die vier gevallen zijn we correct. In twee van die vier gevallen maken we een fout. En nu, die twee types van fouten, die worden in de literatuur genoemd type 1 fouten en type 2 fouten. En die statistiek, die statistische test, die gebeurt zo, en ik ga u niet lastigvallen met formules of zoiets, maar die gebeurt zo dat we eigenlijk 5% kans hebben, als we even kijken naar, stel dat er in de werkelijkheid geen effect is, dat twee variabelen bijvoorbeeld niet samenhangen in de werkelijkheid, we laten een type 1 fout toe, dat wil zeggen dat we toch besluiten dat er een effect is op basis van onze steekproef, in 5% van de gevallen. En dus in 95% van de gevallen zeggen we dat er geen effect is indien er in de werkelijkheid inderdaad geen effect is. Je kunt zeggen, ja, waarom moet je nu 5% fouten toelaten? Wel, dat is omdat die samenhangen met de tweede type van fouten. Dus we kunnen gewoonlijk niet echt hier dat op 0% brengen en dat ook op 0%. Schuiven met dit hier maakt dat de fout hier groter wordt. Hoe dat precies in zijn werk gaat voor diegenen die geen statistiek gehad hebben, dat ga ik niet uitleggen. Maar we zorgen ervoor meestal dat de kans op een type 2 fout, dus dat wil zeggen als er in de werkelijkheid wel een effect is en we besluiten dat er geen effect is, dat die kans 20% is. Niet meer dan 20% is. Met andere woorden, dat, om dat technisch uit te drukken, dat betekent dat de power van onze statistische toets gelijk is aan 80%. Dat is het streefdoel. Tot zover de statistiek. Meer dan dat ga ik er niet over zeggen. En dan een laatste fase in het onderzoek. Als we onze gegevens geanalyseerd hebben, dan schrijven we dat op. En we sturen dat manuscript naar een wetenschappelijk tijdschrift. En bij het wetenschappelijk tijdschrift wordt dat doorgestuurd naar een aantal peers, zoals dat genoemd wordt, een aantal andere experts in het veld, die bekijken die publicatie, die beoordelen dat. Meestal wordt er gezegd, ofwel, nee, het is niet goed genoeg voor ons. Ofwel, ja, maar je moet nog dit of dat controleren, of dat stuk is niet duidelijk geschreven, enzovoort. Dat gaat dan nog een keer terug naar de auteur, die verandert iets, die doet nog een aantal tests bij, of weet ik veel wat. En die stuurt dan dat opnieuw in, en in het beste geval wordt het dan gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur. Wetenschappers worden eigenlijk beoordeeld op basis hiervan. Dus als je hoort spreken over publish or perish, het gaat hierover. Hoeveel publicaties heb je? In welke tijdschriften? Dat bepaalt je wetenschappelijk prestige. Dat bepaalt hoe snel je stijgt in de academische ladder. Dat is eigenlijk voornamelijk, niet uitsluitend, maar is voornamelijk gebaseerd op publicatie in wetenschappelijke literatuur. Dus dat is hoe het verloopt volgens het tekstboek. Dit is ook wat David Goodstein zegt in zijn boekje On Fact and Fraud. David Goodstein is een fysicus, een ex-vice provost van Caltech University in Californië, Verenigde Staten. En die schrijft in dat boekje, onderzoeksfraude speelt een perifere rol, verscholen in de schaduw. Een verleiding, misschien voor sommigen, maar nooit een belangrijk punt. En hij voegt eraan toe, onderzoeksfraude is historisch een zeldzaam fenomeen, vooral op Caltech, waar alle leden van de universiteitsgemeenschap gebonden zijn aan een erecode. Dus, geen fraude.
Dit is een uitspraak van Philip Abelson. Die was gedurende 22 jaar editor van misschien wel het meest prestigieuze wetenschappelijke blad wat er bestaat. Dat is het Amerikaanse blad Science. En die zegt, 1 onderzoek op 1 miljoen, 99,9999% van de papers, zijn accuraat en waarheidsgetrouw. Dus dat betekent 1 op 1 miljoen, daar is iets mis mee. 1 op 1 miljoen, daar kunnen we mee leven. William Broad en Nicholas Wade, die in 1982 een boekje schreven, Betrayers of the Truth, over fraude. Ondertussen 33 jaar oud, dat boekje, waren 2 wetenschapsjournalisten die werkten voor Science en die schreven, volgens de algemeen aanvaarde opvatting is objectiviteit de essentie van de attitude van de wetenschapper en wetenschappelijke beweringen worden rigoureus gecontroleerd door peers en door replicatie. Door dit zelfcorrigerend systeem worden fouten snel en onverbiddelijk opgespoord en uitgewist. Als dat correct is, dan voegen ze eraan toe, iedereen die wetenschappelijke gegevens wil vervalsen, moet dus wel gek zijn. Want het wordt toch direct ontdekt en dan staat je daar. Tot zover hoofdstuk 1. Nu gaan we over naar hoofdstuk 2. En dat gaat over de slechterikken. Dit is misschien in ons land en in Nederland zeker het prototype van de slechterik. Dit is Diederik Stapel en die heeft gezorgd in mijn vakgebied, in de psychologie, voor de 9-11 van de psychologie. Dat wil zeggen, in september 2011 werd ontdekt dat Diederik Stapel op grote schaal fraude gepleegd had. Nu, Diederik Stapel was niet de eerste, de beste. Die heeft gedoctoreerd aan de Universiteit van Amsterdam, is dan naar Groningen gegaan en vervolgens weggekocht door Tilburg, waar hij decaan was van de faculteit Sociale Wetenschappen. Heeft heel veel internationale prijzen gekregen, heeft gepubliceerd in de allerbeste tijdschriften. Hij was bijzonder ambitieus en wou echt met zijn onderzoek de absolute top halen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft Science gehaald bijvoorbeeld, niet op de manier zoals hij gehoopt had waarschijnlijk. Hij heeft ook Nature gehaald, ook niet op de manier zoals hij het gehoopt had. Hij heeft de New York Times gehaald, ook in Nederland natuurlijk bijzonder veel aandacht gekregen. En ook in de Belgische pers is zijn fraude heel uitvoerig toegelicht. Hij heeft daar ook een boek over geschreven waarin hij alles echt tot in alle details heeft neergeschreven. Het is een heel eerlijk boek, maar ik vond het eigenlijk een beetje schuld zonder boete. Hij heeft geen enkel probleem om alle details van zijn fraude weer te geven, maar het beantwoordt precies aan geen enkel gevoel. Hij vindt dat precies niet erg. Maar hoe dan ook, het staat er allemaal in. En je zou kunnen zeggen, dat is een primeur, want hij bewijst hierin dat hij ook non-fictie kon schrijven en niet alleen fictie. Goed, is hij nu zo een uniek geval? Nee, niet. Hij heeft niet de absolute wereldtop gehaald. Als je naar het, als dat zou staan in de Guinness Book of World Records, dan haalt hij de eerste plaatsen nog absoluut niet. Er is een Japanner, wiens naam ik nu niet ga uitspreken, die aan de top staat met 172 teruggetrokken papers omwille van fraude. 172 publicaties die gebaseerd waren op verzonnen data. Op nummer 2 staat nog een geneeskundige, een hartchirurg deze keer, Deepak Das met 145. John Darcy, nog een arts uit de Verenigde Staten, 104. 2 Duitse artsen, Herman en Broeg, met 94. En Diederik Stapel kwam pas op de 5e plaats met 55 teruggetrokken papers. Ik heb gehoord vorige week dat er iemand hem zou voorbijgestoken zijn. Iemand met een 80-tal terugtrekkingen nu, maar dat moet ik nog verifiëren. Dus het kan zijn dat hij uit de top 5 valt. Maar goed, hij heeft toch zijn best gedaan. Als we het anders bekijken, als we het bekijken niet in termen van aantal publicaties, maar in termen van impact, dan moet ik toch ook Jan Hendrik Schön vermelden, een Duitse fysicus die in de Verenigde Staten werkte over halfgeleiders. Die publiceerde bijvoorbeeld tussen 1998 en 2001
elke 8 dagen gemiddeld een paper. Elke 8 dagen. Met mijn lesopdracht erbij kom ik misschien juist aan 1 paper lezen op elke 8 dagen. Dus die schreef er 1 elke 8 dagen. Dat dit niet aanzien werd als een teken aan de wand, dat begrijp ik niet goed. Maar goed, hij is niet de enige die publiceert sneller dan zijn schaduw bijna. Na de ontdekking van zijn fraude zijn er 9 papers in Science teruggetrokken van hem. En nog een keer 7 in Nature. Er zijn heel veel wetenschappers die dromen van 1 keer in hun leven een paper te publiceren in 1 van deze 2 tijdschriften. Die heeft er 16, die alle 16 moesten teruggetrokken worden. Dit is misschien nog erger. Hier ben ik zelf wel stil van geworden. Dit is Don Poldermans. Dit is een cardiovasculair geneeskundige uit Nederland. En die is ongeveer rond hetzelfde moment als Diederik Stapel, een klein beetje later, is aan het licht gekomen dat die man gefraudeerd had. En ik heb een documentaire gezien op de Nederlandse televisie over zijn fraude. En daar kwam een collega van hem aan het woord, een Engelse collega, en die sprak over het aantal vermijdbare overlijdens door de fraude van Poldermans. En toen ik het aantal hoorde, dan viel ik van mijn stoel. Dat was 800.000. Nu, er is dan ook een andere collega van hem aan het woord geweest, een Canadees, en die had het over minder. Die had het over 500.000. Nu, onderstel dat ze allebei serieus overdrijven. Onderstel dat het er maar 5.000 zijn. Of stel nu dat dat nog zwaar overdreven is. En stel dat het er 5 zijn. Stel u voor dat het uw vader of uw moeder of uw zoon of uw dochter is, of uw echtgenoot, echtgenote, die sterft vermijdbaar omwille van de fraude, de ambitiedrift van een wetenschapper. Goed, we moeten niet zo heel ver lopen. Laat ons even naar onze eigen universiteit kijken. Daar hebben we iemand ontslagen een paar jaar geleden voor plagiaat op grote schaal. Recent zijn er nog 2 papers teruggetrokken omwille van duidelijke vervalsing. In Nederland is de Vlaming Dirk Smeesters ontslagen, niet echt. Hij heeft ontslag genomen zelf omwille van fraude, maar die man kwam van ons. Hij heeft in psychologie zijn licentieverhandeling behaald en in economie zijn doctoraat en is dan naar Nederland gegaan. Ook bij ons is het geen vreemd fenomeen. Waarom zou het hier? We zijn niet katholieker dan de paus. Ongeacht de K die nog altijd van voor staat. En ongeacht de rector die we gekozen hebben. Maar goed, fraudeurs bevinden zich in goed gezelschap, zou je kunnen zeggen. Galilei, die u allemaal kent als de vader van de wetenschappelijke methode, die overdreef zijn resultaten van zijn wetenschappelijke experimenten. De grootste van allemaal waarschijnlijk, Newton, misschien de slimste van allemaal, die introduceerde zogenaamde fudge factors in zijn magnum opus om de voorspellingen te verbeteren van zijn theorie. Bernoulli, een van de grootste wiskundigen uit de geschiedenis, iemand die de calculus verfijnde, die plagieerde een ontdekking van zijn eigen zoon door de datum van zijn publicatie te veranderen, te vervalsen, door te zeggen dat hij dat gepubliceerd had voor zijn zoon. Dalton, de vader van de moderne atoomtheorie, die heeft experimenten gerapporteerd waarvan we nu weten dat die nooit hebben kunnen plaatsgevonden in zijn tijd. En die men ook niet kan repliceren. Mendel, de vader van de genetica, zijn resultaten waren statistisch te mooi om waar te zijn. Nu, hier is discussie over of die gegevens vervalst geweest zijn door Mendel zelf, dan wel door zijn tuinman. Maar goed, dat doet eigenlijk op zich niet zoveel ter zake, zal ik zeggen.
Laatste voorbeeld is Millikan, fysicus en Nobelprijswinnaar. Die gooide resultaten weg die niet in zijn theorie passen, terwijl hij beweerde, heel expliciet in zijn publicatie, dat hij alle observaties in rekening gebracht had. Dus u ziet, die fraudeurs, ze zitten eigenlijk in goed gezelschap. Hoe zit het met het aantal terugtrekkingen? Ik heb al gezegd, papers waarvan men kan aantonen dat ze gebaseerd zijn op gefraudeerde data, die worden teruggetrokken uit het tijdschrift. Men kan die daar natuurlijk niet uitscheuren. Dat kun je wel, maar dat kun je niet in alle bibliotheken gaan doen. Dus in een van de volgende nummers wordt er gewoon gepubliceerd of wordt er gezegd, die papers moeten beschouwd worden als niet bestaande. En in de mate dat mensen die proberen van het internet te downloaden, wordt daar netjes over gezet, retracted paper. Het aantal terugtrekkingen, dat is serieus gestegen. Dit komt uit Nature van 2011. De 10 jaar tussen 2010 en 2000 is het aantal terugtrekkingen in wetenschappelijke publicaties vertienvoudigd. Kunt je zeggen, ja, maar het aantal papers in wetenschappelijke tijdschriften is ook sterk gestegen. Ja, in die 10 jaar 44%. Dus in vergelijking met die maal 10 voor de teruggetrokken papers is dat toch een behoorlijk verschil. En nu kunt je ook zeggen, ja, maar sommige van die teruggetrokken papers die zijn misschien teruggetrokken omdat iemand nadien merkt van oei, ik heb een fout begaan. Dat komt inderdaad ook voor. Wel, dat is nagegaan door deze auteurs hier. En voor 2000 en een beetje papers uit biomedische wetenschappen. En zij vonden dat 2/3 van de teruggetrokken papers teruggetrokken zijn omwille van wetenschappelijk wangedrag. Slechts 1/3 is door een fout die nadien ontdekt is en die op die manier wordt rechtgezet. Dus als je ziet, aantal teruggetrokken papers maal 10 per jaar, dan zit daar 2/3, wellicht 2/3 ongeveer bij die teruggetrokken zijn omwille van fraude. Ook interessant, dezelfde auteurs die hebben gevonden dat het aantal terugtrekkingen hoger ligt in tijdschriften met een hogere impactfactor. Wat is een tijdschrift met een hoge impactfactor? Dat zijn tijdschriften waarvan de bijdragen, de artikels die gepubliceerd worden in dat tijdschrift, vaak geciteerd worden in ander werk. Dus de meest prestigieuze tijdschriften zijn de tijdschriften, gemiddeld genomen, waarin de meeste teruggetrokken papers verschijnen. Op zich is dat misschien niet zo verwonderlijk. Iemand die wil scoren, die erg ambitieus is en die het risico neemt om zijn data te vervalsen. Ja, als je dat risico neemt, dan kun je dat beter nemen om er iets echt mee te doen. Dan kun je beter proberen omhoog te mikken. Als je niet gepakt wordt als fraudeur, dan heb je tenminste iets bereikt voor je carrière. Want dat was uiteindelijk natuurlijk de drijfveer als je wilt frauderen. De vraag bij uitstek is natuurlijk, hoe dikwijls gebeurt het nu? Want ik kan een aantal cijfers laten zien, maar er is waarschijnlijk zoveel fraude waar we niks van af weten of dat wat niet aan het licht komt. Hoeveel? Wel, er is een schatting gemaakt door deze meneer hier, dat is Daniele Fanelli. En die heeft een aantal meta-analyses, een aantal overzichtsartikelen bekeken en gecombineerd en gekeken hoe vaak. En het gaat over overzichtsartikelen van anonieme bevraging van wetenschappers. Dus dit gaat over zelf erkennen dat je ooit gegevens vervalst hebt. En die komt op een schatting van 2%. 2% van de wetenschappers beweert zelf in een anonieme vragenlijst dat ze ooit gegevens vervalst hebben. Dat is 1 op 50. 2% als we kijken naar de professoren aan onze universiteit, als Leuven niet niet katholieker is dan de paus, dan lopen hier ongeveer 30 professoren rond die ooit al gegevens vervalst hebben. Op basis van deze schatting. Dat is toch niet niks, zou ik zeggen. Het grootste probleem, ik zeg maar wat Fanelli zegt, zit hem in de biomedische wetenschappen. Volgens die,
die zelfrapportering. Nu, beweer ik daar nu mee dat dokters grotere schurken zijn dan de andere wetenschappers? Dat zou een beetje naïef zijn, denk ik. Maar er is misschien wel een cultuurverschil tussen disciplines. Daar kom ik straks nog even op terug. Voor de vrouwen in de zaal. Het is erger gesteld bij de mannen dan bij de vrouwen. Dus zelfs als gecontroleerd voor alles. Er zijn minder vrouwen in de wetenschap. Ze publiceren minder. Daar zijn allemaal goede redenen voor. Maar als je met alles rekening houdt, mannen frauderen meer dan vrouwen. Misschien heeft het wel iets met testosteron te maken. Er zijn een aantal mythes over fraude in de wetenschap. En een aantal daarvan zijn duidelijk geworden uit deze publicatie van Wolfgang Ströbe. Die heeft gekeken naar 40 heel goed gedocumenteerde fraudezaken in de literatuur. Vanaf het midden van de jaren 70 tot 2012. Dit is een artikel wat verschenen is in reactie op de stapelaffaire. Wat mijn discipline, de psychologie, nogal goed doorheen geschud heeft. Die 40 gevallen, daarvan waren 2 gevallen uit de psychologie. Er waren denk ik 35 gevallen uit de biomedische wetenschappen en dan nog 3 andere. Ik weet niet meer van buiten welke, maar het doet niet zoveel ter zake. En in tegenstelling tot wat er vaak beweerd wordt, typisch in deze gevallen, voor deze gevallen is dat het gaat om heel gerespecteerde onderzoekers. Ofwel jonge onderzoekers die samenwerken met bekende seniors. Dus het gaat niet zozeer hier over mensen die hun carrière nog moeten maken en die daarom betere resultaten nodig hebben dan die ze vinden. Het gaat over mensen die het al gemaakt hebben. Hoe komt die fraude aan het licht? Wel, er wordt altijd gezegd, zoals ik ook begonnen ben in mijn uiteenzetting, de wetenschap wordt bewaakt door 2 dingen, 2 mechanismen. Aan de ene kant heb je de peer review. De paper wordt pas gepubliceerd als die goedgekeurd wordt door 2 of 3, afhankelijk van tijdschrift, of soms nog meer experts die het bekijken. En het tweede mechanisme, dat is replicatie. Als je het niet kunt repliceren, dan merken we er is iets aan de hand. Wel, van die 40 gevallen, 4 daarvan zijn ontdekt met peer review. 4, niet meer dan dat. En replicatie, slechts 1. Dus 5 van de 40, 1 op 8, zijn ontdekt met die 2 traditionele kwaliteitsbewakingsprocedures. Hoe wordt dat dan wel meestal ontdekt? Wel, in meer dan de helft van de gevallen door een klokkenluider. Iemand die interne informatie heeft. En die zegt van, kijk, ik moet dit gaan zeggen. Als je zo niemand hebt, dan is de kans zeer groot dat je niet ontdekt wordt. Waarom geen replicatieonderzoek? Wel, er bestaat daarover relatief weinig onderzoek. Ik heb maar 1 publicatie gevonden en ook weer in mijn domein, psychologie, omdat daar nogal wat te doen is door die stapelaffaire. In die publicatie hier van Matthew Makel en collega's blijkt dat slechts 1% van het onderzoek in ons domein replicatieonderzoek is. Dat is bijzonder weinig. Dus in ons domein, de kans dat iemand uw onderzoek gaat repliceren, is bijzonder klein. Als het dan gerepliceerd wordt en ze vinden het niet, dan heb ik wel een uitleg achter de hand. Dat betekent nog niet dat je ontmaskerd wordt als fraudeur. Goed, maar tot hiertoe heb ik het gehad over de goede en de slechte. En om echt een goed verhaal te vertellen, moet ik nog een derde ten tonele voeren. En dat is de lelijkaard. En daar ga ik in de rest van dit praatje over hebben. Ik wil hiermee niks zeggen over die mens hier. Dit is Daryl Bem en het is wel een lelijkaard als je het in de figuurlijke betekenis bekijkt. Die heeft een artikel geschreven, gepubliceerd in 2011, heel vreemd. Dit is een grote naam in het domein van de sociale psychologie. Dit is iemand met een publicatielijst waar weinigen tegenop kunnen. In de beste tijdschriften,
Niet alleen in het vakgebied van de psychologie, maar dit is iemand, een van de weinige psychologen, die tijdschriften gelijk Science en Nature en zo gehaald heeft in zijn carrière. En die schrijft in 2011 een publicatie waarin hij 9 experimenten beschrijft die aantonen dat mensen in staat zijn om de toekomst te voorspellen. En ik geef u 1 voorbeeldje van een dergelijk experiment. Hoe verloopt dat? Als dit de tijdslijn is, de proefpersoon zit voor een computerscherm en die krijgt eerst 2 gordijnen te zien. En die moet 1 van de 2 kiezen, links of rechts. En die kiest er 1, heeft niks om op voor te gaan. En pas nadat die gekozen heeft, bepaalt een random programma in de computer welk van de 2 keuzes het juiste antwoord was. Dus hij kiest eerst, pas daarna kiest de computer wat het juiste antwoord was. En als de proefpersoon het juiste antwoord gekozen heeft, ofwel gaat dat gordijn open, als hij gezegd heeft het linker gordijn, en dan zit daar niks achter, ofwel gaat het juiste, als hij voor het juiste antwoord gekozen heeft, dan wordt hij beloond, ik beschrijf ook maar het experiment, met erotische scènes. En er wordt gezegd dat de mensen beloont. En wat blijkt op het einde van het experiment, blijkt dat mensen significant meer het correcte gordijn gekozen hebben. Statistisch significant meer het correcte gordijn gekozen hebben. Dit is 1 experiment uit een lange reeks van 9. Dit heeft een storm van verontwaardiging veroorzaakt in de psychologie. Dat men zegt van, allee, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat zoiets verschijnt in het beste tijdschrift? Dit gelooft toch niemand? Wel, ik denk dat die man dat zelf wel gelooft. Ik heb de paper gelezen, van voor naar achter is een hele lange paper en ik denk dat hij daar zelf echt van overtuigd is. Maar dit kan niet. Op een of andere manier is hier iets fout gegaan. Wat kan er zoal fout gaan? Wel, Simmons en colleagues die zeggen dat het volgende kan fout gaan. Herinner u dat ik daar straks gezegd heb, we laten een kleine kans op een type 1 fout toe. 5%. Dus in 5% van de gevallen laten we toe dat we zeggen dat er een effect is, terwijl er in de werkelijkheid geen effect is. Dat betekent dat we onder die 5% moeten blijven. We doen een statistische test, we vinden daar een p-waarde uit, de kans dat onze resultaten kunnen toegeschreven worden aan toeval. Als dat kleiner is dan 5%, dan zeggen we dat de resultaten statistisch significant zijn. Maar er is een extreme flexibiliteit in dataverzameling bijvoorbeeld. Dat noemen we data peaking. Ik kan op een bepaald moment een experiment hebben uitgevoerd en ik analyseer de data en ik zie, oei, het is net niet significant. Die p-waarde zit op 0,07 in plaats van onder de 0,05. Ik kan nog wat proefpersonen erbij doen en na elke proefpersoon opnieuw de berekening doen. Want die proefpersonen, de gegevens van die proefpersonen, dat kan de ene keer in de ene richting en de andere keer een klein beetje in de andere richting gaan. Dus ik kan te vroeg stoppen, vroeger dan ik gepland had. Ik kan veel later stoppen en blijven proefpersonen toevoegen tot toevallig die p-waarde net onder de 0,5 zakt. En dan zeggen, oeh, joepie, ik heb significantie, ik stop nu. In de data-analyse zelf, ik kan gegevens weggooien. Soms is dat terecht. Een datapunt kan onbetrouwbaar zijn. Maar ik kan ook een datapunt verwijderen, omdat het ervoor zorgt dat mijn gegevens niet statistisch significant worden. En ik kan echt specifiek gegevens eruit halen, tot ik wel significantie bekom. De regels over wanneer ik een outlier er mag uitgooien of niet, zijn niet heel duidelijk. Dat maakt het allemaal helemaal moeilijk. Wanneer pas ik een covariaat toe voor diegenen onder jullie die wel iets van statistiek afweten? Wanneer controleer ik, bijvoorbeeld voor geslacht, wanneer controleer ik of iemand een bril draagt of niet? Wanneer controleer ik voor lichaamsgewicht? Weet ik veel waar ik allemaal kan voor controleren. Ik kan alles een keer proberen en zien of mijn resultaat dan significant is of niet. Pre-transformeer ik mijn data? Doe ik daar eerst iets mee? Bereken ik eerst de vierkantswortel en neem ik die gegevens? Of kwadrateer ik eerst mijn gegevens? Soms zijn daar goede redenen voor, maar ook hier zijn de regels niet erg duidelijk. En rapporteren dan. Rapporteer ik alle variabelen die ik gemeten heb, of alleen maar die waarbij het netjes uitkomt?
Rapporteer ik alle uitgevoerde analyses of alleen maar die in mijn kraan passen? Rapporteer ik alle condities, alle studies die ik heb uitgevoerd, of alleen maar die waarvan de resultaten in mijn verhaal passen? Die kloppen met mijn hypothese. Soms, met andere woorden, soms is er niet eens kwaad opzet mee gemoeid. Maar het is in ieder geval zo, we willen allemaal als onderzoeker significante resultaten hebben. Want dan is de kans dat een tijdschrift onze publicatie aanvaardt veel groter. Dat is zo. Met andere woorden, vinden we significantie, dan is het feest. Vinden we geen significantie, dan vragen we ons af, ja, maar hoe komt dat nu? Mijn hypothese, dat zat zo goed ineen. En dan gaan we kijken, hebben we geen fouten gemaakt? Dan gaan we kijken, is dat door deze outlier? Was dat wel een betrouwbaar punt? Maar hetzelfde doen we niet wanneer we significantie hebben. Want dan is het feest. Dan denken we geen een tweede keer na. Dan zeggen we, ah ja, natuurlijk, want dat was mijn hypothese. Dat komt netjes uit. En dan gaat je onmiddellijk neerschrijven. Over die lelijke praktijken is er op twee manieren onderzoek gedaan. De eerste manier is directe bevragingen. De tweede manier is onrechtstreekse evidentie. Laat me eerst even stilstaan bij die directe bevragingen. De oudste grootschalige publicatie ter zake die ik ken, is van de Martinson en collega's. Het gaat over biomedische wetenschappen. En zij zeggen, dergelijke questionable research practices, die vormen een veel grotere bedreiging voor wetenschap dan de fraude. Die fraude, de echte valspelers, à la Stapel enzovoorts, dat zijn de rotte appels in de mand, maar dat zijn er niet zoveel. En ik denk dat dat klopt. Er zijn niet zoveel mensen die echt jarenlang zoals Stapel de boel belazeren. Maar die questionable research practices, dat kan een veel groter probleem zijn. In die meting van Martinson en colleagues, die is gebaseerd op een bevraging van 2002 bij een zeer behoorlijk aantal onderzoekers. Sommige daarvan waren gevestigde onderzoekers, sommige waren beginnende onderzoekers. Hier ziet u de response rate, dus hoeveel daarvan van de aangeschreven onderzoekers hebben ook geantwoord. Dat was een behoorlijk aantal. Er zijn er nog meer die niet geantwoord hebben. En je zou jezelf kunnen afvragen of de resultaten daardoor al niet vertekend zijn, nog een te positief beeld geven. Laat me een paar dingen toelichten van de resultaten. Ik ga het hier in het Engels lezen. Failing to present data that contradict one's own previous research. 6% geeft toe dat dat gebeurt. Overlooking others' use of flawed data or questionable interpretation of data. 12% en half. Changing the design, methodology or results of a study in response to pressure from a funding source. Dit gaat in heel veel gevallen over de farmaceutische industrie. 15% en half. Withholding data of methodology or results in papers or proposals, bijna 11%. Using inadequate or inappropriate research designs, wanneer dat je het weet, 13% en half. Dropping observations or data points from analysis based on a gut feeling that they were inaccurate. Dat wil zeggen outliers eruit halen, omdat ze niet netjes passen. 15,3%. Dat is overgedaan in psychologie. Maar recenter, in 2011, met een elektronische bevraging, maar eveneens anoniem, met toch ook weer een zeer behoorlijk aantal respondenten. Een derde van de aangeschrevenen, meer dan 2000 mensen. En hier wil ik ook nog een paar dingen van toelichten. De zwarte balken is waar u moet naar kijken. En hier staat het percentage die dat toegeeft. Het eerste wat hier staat is dat je niet alle afhankelijke variabelen vermeldt. Niet alle metingen. Dus ik heb een experiment gedaan en ik heb 3 metingen. Bij 2 komt het netjes uit, bij eentje niet. Laat ik die derde weg of niet? Zeg ik daar iets over? Wel, kijk, dat is 2/3 zegt dat ze dat doen. Dit gaat over het weglaten van een conditie. Ik doe een experiment met 4 condities. Bij 3 van de 4 komt het netjes uit zoals mijn hypothese het verwachtte. Hoeveel doet dat, die vierde weglaten? Wel, ongeveer 1/4. Dit gaat over het weglaten van een experiment in een reeks. Een experiment wat niet uitkwam. Kijk, je zit hier weer ongeveer op 50%.
De helft die dat doen, die gewoon zwijgen over een experiment waarvan de resultaten niet netjes uitkomen. Dit gaat over data peaking, waar ik het daar straks over had. Meer gegevens verzamelen omdat je nog niet aan significantie zit. Meer dan 50%. Minder gegevens verzamelen, dus al stoppen, omdat je al significantie gevonden hebt. Ondertussen al even gaan kijken en stoppen zodra je onder die 0,05 zakt. Dus ook weer ongeveer bijna een kwart. Er zitten nog een paar dingen bij, zoals... even kijken waar... Ja, hier. Dit is echt liegen. In een paper, Rounding Off a P-Value... reporting that a p-value of 0.054 is less than 0.05. Ik heb gezegd, je moet onder die 5% zitten. Als je nu 0.054 hebt, dan zit je boven die 5%. Maar dan zeggen, p is kleiner dan 0.005. Kijk hoeveel dat er dat doen weer. Dit is echt flagrant liegen, een kwart. Recent is er een EOS-enquête gebeurd waarvoor sommige mensen in geneeskunde hun neus ophalen en die zeggen, ja, maar dat was geen echte wetenschappelijke enquête. Dit was begeleid door een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam. En ik kan u met zekerheid zeggen dat dit toch een behoorlijke enquête was. Ik ga niet op de details ingaan, maar de resultaten hier liggen weer in dezelfde lijn. Laat ons even overgaan naar onrechtstreekse evidentie voor questionable research practices. Dit is een paper van Jelte Wichertz en komt uit mijn domein, uit de psychologie. En wat heeft Jelte Wichertz gedaan? In 2005 heeft hij gekeken naar alle artikels die verschenen zijn in één van vier tijdschriften van de APA. En de APA is de grootste beroepsvereniging voor psychologen, American Psychological Association. Dit zijn prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften. Hij heeft al die auteurs aangeschreven en hij heeft hun gegevens gevraagd. Jelte was eigenlijk een methodoloog, of is nog altijd een methodoloog, en hij was geïnteresseerd in het effect van outliers. En dat zei hij ook tegen die mensen. Ik wil eigenlijk graag uw gegevens opnieuw analyseren en ik wil kijken of dat er outliers in zitten en eventueel het effect als je die zou weglaten. Nu, als gepubliceerd in een APA-tijdschrift... dan wordt uw paper pas gepubliceerd indien je een aantal statements ondertekent. En een van die statements zegt dat je bereid bent om je onderzoeksgegevens te geven aan een andere onderzoeker die ernaar vraagt. Dus iedereen van die auteurs heeft dat ondertekend. Iedereen. En wat blijkt? Hier zie je de resultaten. De eerste keer, bij de eerste vraag, is er 11% die hun gegevens geven. 11%, dat is 1 op 9, terwijl ze het allemaal getekend hebben. Dan heeft hij reminders gestuurd, soms tot 5 of tot 6 toe. En dan heeft hij nog van 16% de gegevens gekregen. In totaal 27%. Dat is iets meer dan 1 op 4. De rest geeft hun gegevens niet. Als je met Jelte daarover praat, dan zegt hij, het is ongelooflijk hoeveel mensen er brand gehad hebben in hun kantoor. Of bij hoeveel mensen dat hun pc ineens gecrashed is en niks meer aan te doen, enzovoort. Nu, nadien, hier kun je nog zeggen, we hebben het allemaal druk en als iemand de gegevens opvraagt, je moet daar tijd voor maken, je moet soms gaan zoeken in bestanden die 2 jaar oud zijn, die weinig gedocumenteerd zijn en zo. Daar kun je soms begrip voor opbrengen, denk ik, alhoewel dat je ook daar vragen bij kunt stellen. Maar in een vervolgpublicatie heeft Wichertz gekeken naar het volgende. Als je een statistische toets doet, bijvoorbeeld een F-toets, dan moet je de vrijheidsgraden geven van die horen bij die toets. Voor diegenen die niet veel van statistiek af weten, maakt niet veel uit. En je geeft dan de toetsingsgrootheid. En dan wordt er de p-waarde gegeven. En die p-waarde moet dus, om significant te zijn, onder de 0.05 zitten. Maar eigenlijk is die p-waarde hier... die is redundant. Die heb je eigenlijk niet eens nodig. Die kun je berekenen als je de vrijheidsgraden kent en als je de toetsingsgrootheid kent. Er bestaan programma's voor op het internet, je kunt dat intikken en dan komt de p-waarde er zo uit. Maar natuurlijk, de lezer wil dat niet zelf gaan opzoeken, vandaar dat dat weergegeven wordt in publicaties. En Wichertz heeft dat voor al die publicaties nagekeken of dat daar fouten in staan. En wat heeft hij gevonden? Dat er heel veel fouten in zitten.
Maar hij heeft voornamelijk gekeken naar de grote fouten. En wat is een grote fout? Een grote fout is als de p-waarde, als je ze narekent, boven de 0,05 zit, terwijl de gerapporteerde p-waarde onder de 0,05 zit. Dus iemand die liegt, die zegt dat zijn statistisch resultaat statistisch significant is, terwijl het eigenlijk niet statistisch significant is. En bij de mensen die hun gegevens doorsturen, komen zo grote fouten, zware fouten, nooit voor. Maar bij de mensen die hun data niet geven, daar zitten die fouten. Dus er is met andere woorden een verband tussen of iemand zijn gegevens bereid is om dat door te sturen en het aantal bedrieglijke fouten. Dit is een paper die gaat over fMRI. fMRI is het kijken naar de functionaliteit van de hersenen. En in ons domein, psychologie, dat heeft niet het prestige van de geneeskunde. Dus iedereen die maar een beetje kan, die schuift zo wat op in de richting van geneeskunde. En als je in de hersenen kunt gaan kijken, dan wordt het prestigieuzer. Dit zijn 4 onderzoekers en die hebben gekeken naar dergelijk fMRI-onderzoek, waarbij de hersensignalen in verband gebracht worden met de resultaten van een bevraging. Een psychologische bevraging. En er zijn papers waarin de correlatie tussen die twee zeer hoog is. Een correlatie van 1 is perfect. Een correlatie van 0 is, er is geen verband. En je ziet hier, 0,88, dat is bijzonder hoog. Hier is er een ander uit neuroimage, 0,96 de correlatie. Nu, een heel klein beetje statistiek nog even. De correlatie tussen twee variabelen is gelijk aan de geobserveerde correlatie gedeeld door de vierkantswortel van de betrouwbaarheid van het product van de betrouwbaarheid van de twee. Er staat eigenlijk een foutje in. Dan moet het product van de vierkantswortel, hier moet nog een vierkantwortel staan, maar kom, dat doe niet zoveel ter zake hier. De betrouwbaarheid van een persoonlijkheids- en een emotiemeting hier, in het algemeen, is niet hoger dan 0,80. Dat weten we uit de psychometrie. De betrouwbaarheid van fMRI-metingen, dat weten we ook, die is ongeveer 0,70 in het beste geval. Als we die formule toepassen, dan weten we dat correlaties niet hoger kunnen zijn, in het beste geval, met de meest betrouwbare meting, dan 0,74. Hier zie je een verdeling van alle weergegeven correlaties uit die papers. Al deze zitten te hoog. Die kunnen niet. Of dit zijn toevalstreffers. Ze hebben er de toevalstreffers uitgehaald. Dat kan zijn. Maar dit is allemaal totaal onbetrouwbaar. Maar daar scoort je wel mee. Daarmee kun je naar Science of naar Nature gaan, blijkbaar. Met dergelijke hoge correlaties. Dit is ook een studie uit de psychologie, maar dit is eveneens gedaan in sociale wetenschappen. Hier ziet je de verdeling van die p-waardes. Ik heb gezegd, 0,05 is de grens. Als je onder de 0,05 zit, dan zit je goed. Dan is statistisch significant. Als je nu naar heel veel papers gaat kijken, dan moeten die p-waarden een bepaalde verdeling vertonen. En dat doen ze ook. Behalve net onder de 0,05. Daar heb je zo iets dat eruit springt. Er zijn te veel papers die net onder die 0,05 duiken. Er zijn er veel te veel. Dat punt moet eigenlijk hier ergens zitten. Waarschijnlijk zijn er mensen die eigenlijk iets meer uitkomen, 0,07 of wat dan ook, en die dan beginnen met daar outliers uit te titsen. Tot ze net onder die 0,05 komen. Dieper moeten ze niet zakken. Want vanaf 0,05 is het feest. Dit is een paper van Gregory Francis. En die heeft gekeken naar die power waar ik het daar straks over had. Die moet ongeveer 0,80 zijn. Maar je kunt die schatten bij een statistische toets. En je kunt dan, als je van verschillende experimenten de power kent, kunt je berekenen hoe waarschijnlijk het is dat je een reeks significante resultaten na elkaar hebt. En hij vindt over het algemeen dat er veel te veel significante resultaten zijn. Voor dezelfde fenomenen, en nu gaat het over biomedische wetenschappen, voor dezelfde fenomenen, als je die bestudeert, als je kijkt hoe groot het effect is in publicaties die uit Amerika komen, of die niet uit Amerika komen, everything is bigger in the US. Dezelfde medicatie, dezelfde behandelingen zijn altijd efficiënter in de Verenigde Staten dan elders. Dat kan natuurlijk niet.
Hier ga ik even overheen lopen, want ik let een beetje op de tijd. Het komt ook voor in andere disciplines. Dit is iets wat u misschien in de kranten wel hebt zien staan. Dit zijn twee van de bekendste economisten ter wereld. Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff. En die hebben een paper gepubliceerd in 2010, waaruit zou blijken dat indien de schuld van een land zakt onder of stijgt boven een bepaalde waarde, dat dan de economie niet meer kan groeien. Dit is een bevinding die gebruikt wordt door liberale visies op economie over heel de wereld. En dus een heel invloedrijke studie. En blijkt dat die niet klopt. Dit is een doctoraatstudent die op een bepaald moment voor een werkje wat hij moest maken, die gegevens moest controleren. En die nooit hetzelfde resultaat uitkwam. En zijn professoren die zeiden, ja, maar je hebt niet goed gerekend, je moet het opnieuw doen. En keer op keer kwam hij andere resultaten uit. Met dezelfde gegevens als die twee onderzoekers hier. Blijkt nadien dat die conclusies totaal fout zijn. Ze hebben het nooit ontkend, maar ze hebben het ook nooit toegegeven nadien. Er zijn heel veel mensen die beweren dat ze wel wisten dat ze fout waren. En dat ze bepaalde landen uit hun analyses heel selectief eruit gehaald hebben. Outliers eruit gehaald om resultaten te bekomen die ze graag zagen. Power moet .80 zijn. Als je studies hebt met een te lage power, dan kun je serieus foute conclusies trekken. Er zijn de laatste tijd enorm veel publicaties verschenen waaruit blijkt dat de power in heel veel gedragswetenschappen veel te laag liggen. Waarom? Wel, als je studies moet hebben met een voldoende power, dan moet je gewoonlijk ook heel veel gegevens verzamelen. Dat kost veel geld, dat kost veel tijd. Je moet snel kunnen publiceren. Als je dat wilt doen, dan moet je daar soms de kwaliteit aan opofferen of bereid zijn om dat te doen. Catherine Button en collega's die hebben een keer gekeken hoe groot de power eigenlijk is van studies in de neurowetenschappen. En zoals ik al zei, in onze discipline, als je opschuift naar de neurowetenschappen, daar zit het geld. Wel, de mediaan van de power in neurowetenschappen op basis van een aantal meta-analyses blijkt 21% te zijn. Niet 80%, maar 21%. Als je dan gaat kijken naar fMRI-onderzoek, het visualiseren van wat er in de hersenen gebeurt, dat is het neusje van de zalm bij ons. Wat is daar de mediaan van de power? Een soort van gemiddelde, de mediaan. 8%. Ik ben geen nulleke vergeten. 8%. Dat ontlokte bij een postdoc die bij mij werkt de gevleugelde uitspraak nadat hij de paper gelezen had. Dan is het misschien nog ethischer om uw gegevens te verzinnen, want het is even onbetrouwbaar en het kost veel minder geld. Want die fMRI-studies die kosten nogal wat geld. De watermaze, mediaan daar tussen de 18 en de 31%. Allemaal veel en veel te laag. Nu, misschien is daar iets aan de hand zoals het volgende. Een klein beetje reclame maken voor goed psychologisch onderzoek. Dit is een sociaal-psychologisch experiment wat misschien wat licht kan werpen op die questionable research practices. Het is een studie van Shalvi en collega's van de Universiteit van Amsterdam. Wat moet de proefpersoon hier doen? De proefpersoon zit bij een tafel en die moet met een dobbelsteen gooien. Die dobbelsteen zit in een doosje met een bodem eraan. En alleen de proefpersoon zelf kan zien wat die gegooid heeft. De proefleider zelf die zit ergens anders en die kan dat niet verifiëren. Maar de proefpersoon krijgt betaald. En hoeveel krijgt die betaald? Wel, $1 per oog dat hij gooit. En hij moet zelf zeggen wat hij gegooid heeft. Kan niet geverifieerd worden. Wel, dit is wat je zou verwachten. Alles heeft 1 kans op 6. Dit is wat je zou verwachten als iemand tamelijk vals zou spelen. En de manier van vals spelen, ik ga het hele artikel niet uitleggen, maar dan zou je verwachten dat de 6 veel vaker gegeven wordt dan de 1.
En dit is eigenlijk wat er uitkomt. Dat valt eigenlijk nog mee. 6 en 5 en 4 wordt wel wat meer gezegd dan wat je kunt verwachten. Dat is die stippenlijn, dat komt daarboven. 1 en 2 zit daar wat onder. Maar die staafjes hier, dat is het 95% betrouwbaarheidsinterval. Dat wil zeggen, omdat we met kleine aantallen werken, zijn die staafjes hier, de grootte van die staafjes, is misschien niet perfect betrouwbaar. Maar het ligt tussen daarboven en daaronder, daartussen. En je ziet, bij 1... dat ligt eronder. Er zijn er te weinig die een 1 zeggen. Maar de 2, de 3, de 4, de 5 en de 6, dat ligt nog binnen het acceptabele bereik. Maar dan is er een conditie, en dat is belangrijk, een conditie waarbij de proefpersoon 3 keer mag gooien. Maar er wordt gezegd, alleen de eerste keer telt. Maar gooi 3 keren, dan kun je zien dat een dobbelsteen niet vervalst is en er wordt een verhaaltje bij verzonnen en zo. Dus 3 keer gooien, maar nadien moet je mij zeggen wat de eerste keer was. En dat gaan we uitbetalen. En hier zie je het resultaat. Nu zie je duidelijk veel te veel zessen. En wat is de moraal achter dit verhaal? Wel, hier zie je een klein beetje vals spelen, maar niet zoveel. Hier zie je vals spelen. Waarom? Wel, mensen zien dat het ook anders had kunnen zijn. Onderstel dat ze de eerste keer een 1 gegooid hebben. En een tweede keer en een derde keer een 6. Ja, dan zit godverdikken. Hè. Het had even goed 6 de eerste keer kunnen zijn. Hè. Dan had ik 6 dollar gekregen. Nu krijg ik maar 1 dollar. Dan wordt de verleiding zeer groot om te zeggen, het is 6 geweest, de eerste keer. Wel, denk nu aan een onderzoeker. Hier zit een outlier en die verbrot mijn significantie. Die hypothese waar ik zo goed over nagedacht heb. Zonder die outlier komt dat uit. En nu komt dat niet uit. Die had er even goed niet kunnen inzitten. En dan had alles netjes uitgekomen. Op Retraction Watch kunt u dagelijks, letterlijk dagelijks, gaan kijken welke papers er die dag zijn teruggetrokken. En meestal zijn er dat verschillende. Van het weekend nog zag ik deze kop hier staan. University finds Dutch economist guilty of misconduct. He responds. Nu, dit alles maakt dat wanneer ik les sta te geven, introductie psychologie, dat ik me vaak afvraag van alles wat ik hier zit te vertellen. Zijn daar dingen bij die niet kloppen, die gebaseerd zijn op overdreven resultaten, op gefraudeerde resultaten? Maar dat geldt evengoed voor heel de bibliotheek. Want ik denk dat psychologen niet slechter zijn dan andere mensen. Maar hoe zit het met wat wij dan belangrijk vinden? Dat we mensen opleiden tot scientist practitioner. Over welke science hebben we het dan? Evidence-based therapy. In Nederland wordt dat terugbetaald door de ziekenkas. En als het niet evidence-based is, niet. Maar over welke evidentie spreken we hier? En als we het dan over medicatie hebben, dan wordt het helemaal spannend natuurlijk. Dus laat ons het even over medicatie hebben. Of over geneeskundig onderzoek. Dit is een paper uit Nature Reviews van 2 jaar geleden. Florian Prins en colleagues. 67 studies in oncologie, gynaecologie en cardiovasculaire studies. Hoeveel van die 67 studies kan men na zorgvuldige pogingen repliceren? 20-25%. Dat is 1 op 5 tot 1 op 4. Hier gaat het over preklinisch kankeronderzoek. Een studie van Bagley en Ellis, gepubliceerd in Nature 2012. 53 landmark studies, mijlpaalonderzoek in hematologie en oncologie. 11% gereproduceerd. 11%, dat is 1 op 9. De rest kunnen ze niet repliceren. En interessant ook, als je gaat kijken naar de studies die kunnen gerepliceerd worden, hoe dikwijls dat die geciteerd worden, sorry, die staan aan deze kant, en de studies die niet kunnen gerepliceerd worden, de studies die niet kunnen gerepliceerd worden, worden meer geciteerd in ander onderzoek dan diegenen die wel kunnen gerepliceerd worden. Dit is ook een klassieker van Turner en collega's. Zij hebben 12 antidepressiva bekeken.
studies van meer dan 12.500 patiënten. En ze vonden in de Food and Drug Administration van de Verenigde Staten 74 studies. Als je een medicament op de markt wil brengen, dan moet je eerst een trial doen, heet dat. Een studie waarin je een proefgroep die het medicament krijgt, vergelijkt meestal met een placebo of met een reeds goedgekeurd medicament. En dan moet je aantonen dat je beter doet. Dat noemen we een trial. Dat elke studie moet aangevraagd worden bij de Food and Drug Administration in de Verenigde Staten. Als het een Amerikaanse studie is natuurlijk. Van die 74 studies zijn er 38 met positieve resultaten. En 36 blijken negatieve resultaten te hebben. Van die 38 met positieve resultaten zijn er 37 gepubliceerd en 1 is niet gepubliceerd. Van de 36 negatieve resultaten zijn er 3 gepubliceerd, 22 niet gepubliceerd en 11 gepubliceerd alsof het om positieve resultaten gaat. Dus als je nu een meta-analyse doet, en dat proberen ze te doen in evidence-based medicine, je gaat kijken naar wat er gepubliceerd is en wat het effect is, dan zie je daar 37 gepubliceerde resultaten met positieve effecten, nog een keer 11 erbij, met positieve effecten en 3 met negatieve effecten. Uw besluit is dan heel erg positief. Maar kijk naar hierboven. Dat is waar je van vertrekt. Dus met alle goede wil van de mensen die dergelijke besluiten proberen te trekken, maar waar moeten zij zich op baseren? Dit is 1 studie, maar ik zou er u heel wat kunnen vertellen. 1 na het ander. Dit is wat die laatste publicatie erover schrijft. Discrepancies between the trials information reviewed by the Food and Drug Administration and information found in published trials tended to lead to more favorable presentations of the drugs in the publications. Thus, the information that is readily available in the scientific literature to healthcare professionals is incomplete and potentially biased. En dit is nog vriendelijk uitgedrukt. Dit is een publicatie van Pieter Götze. En Pieter Götze die heeft in Scandinavië nagegaan de contracten van een groot aantal onderzoekers, contracten met de farmaceutische industrie. Contracten van onderzoekers aan de universiteit. Als het gaat over onderzoek wat gesponsord is door de farmaceutische industrie. En hij vond dat in de helft van die contracten, daar staat in dat de onderzoekers het recht hebben om, als ze de resultaten zien, de publicatie te verhinderen. Dus als de resultaten niet positief zijn voor hun medicament, dan mogen zij gewoon zeggen, je moet dat in de vuilbak gooien. Niet publiceren. De helft. Heel recent heeft de British Medical Association gezegd dat non-publication of trials research misconduct is. Dus dat echt wetenschappelijk wangedrag is. Voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn, Bad Pharma, vertaald in het Nederlands als Foute Pharma van Ben Goldacre. Ik heb het nog niet zo lang geleden gelezen. Het was verbijsterend. En het is heel erg goed gedocumenteerd. U kan ook een filmpje zien van Ben Goldacre daarover. Een TED-talk die maar 13 minuten duurt. Allemaal naar kijken. Heel interessant. Hij heeft ook een website, All Trials, niet alleen hij, maar een organisatie die ervoor ijvert dat alle trials, ongeacht de resultaten, dat die gepubliceerd worden, omdat er dan mee rekening kan gehouden worden in die overzichtsartikelen, die de dokters lezen. Een studie die niet gepubliceerd is, daar kan een dokter niks van af weten. Ik ben er bijna. Kom bij het einde. Hoe zit het met auteurs die op wetenschappelijke publicaties staan? Die auteurs, zoals ik gezegd heb, hun wetenschappelijk prestige wordt afgemeten aan hun publicatielijst. Dit is wat William Bevan zei, de voormalig editor-in-chief van Science, die zei, decisions about authorship, like those about sex in previous eras, should remain intimate rather than being matters of discussion. Daar moet je dus niet over spreken, of een auteur er terecht op staat of niet. In deze publicatie
Uit deze publicatie blijkt dat in de biomedische wetenschappen, publicatie van 2012, dat 1 op de 3 papers de naam bevat van een ereauteur. Dat wil zeggen iemand die met de studies eigenlijk niets te maken had. Misschien was hij hoofd van de onderzoeksgroep, maar had hij met het onderzoek zelf niks te maken. Volgens de regels kan die dan eigenlijk geen auteur zijn. Maar voor zijn cv is het zeer goed als hij erbij op staat. Verdienste is natuurlijk interessant, maar daar zit ook een verantwoordelijkheid aan. Het is niet zoveel beter in andere wetenschappelijke disciplines. De enige andere discipline waarover ik cijfers gevonden heb, is fysica. Daar blijkt het 1 op 4 te zijn. Wat nog altijd heel veel is. En dit is een interessante publicatie van Ross en collega's, waarin ze in de documenten gaan kijken zijn van een farmaceutisch bedrijf wat door de rechter veroordeeld was tot het vrijgeven van alle bestanden waarin de naam van een bepaald medicament voorkwam. Alle correspondentie die ze hadden, alle e-mails, alle interne documenten moesten vrijgegeven worden. En zij zijn daarnaar gaan kijken en ze vonden daarin heel duidelijk evidentie voor iets wat men in biomedische wetenschappen vrij goed kent, maar waar heel weinig directe evidentie van is. Wat je hier ziet is een duidelijk voorbeeld van ghost authorship. Dus er is een eerste versie van die paper die helemaal geschreven is, onderzoek is helemaal gedaan, maar men laat vooraan een paar plaatsen vrij. De auteur die moet nog gevonden worden. Het staat niet zo goed als alle auteurs werknemers zijn van dat farmaceutisch bedrijf. Dus ze willen eerst een neutrale academicus die met het onderzoek zelf niks te maken gehad heeft. Die krijgt dat artikel toegestuurd en er wordt gevraagd, wilde jij daar als eerste auteur op gaan staan? Wilt jij uw naam verlenen daaraan? Ze worden daar ook nog eens dik voor betaald en ze hebben natuurlijk een lijntje bij in hun cv. Als je dat vergelijkt met wat wij met onze studenten dikwijls doen, terecht, hè, we jagen alle thesissen door Turnitin om te kijken of ze plagiaat gepleegd hebben. Als een student plagiaat pleegt, dan krijgt hij een onvoldoende. Moet hij zijn thesis opnieuw maken of weet ik veel wat. Wel, er is nog geen enkele auteur waarvan dit soort van praktijken is aangetoond, die daar enige negatieve consequentie van heeft ondervonden, rechtstreeks. Geen enkele. Helpt onderwijs nu? Wel, niet zoveel. Blijkt als je een formele cursus krijgt over wetenschapsethiek, dat doet niet zoveel. Wat is er wel belangrijk? Wel, wat uw baas doet. Wat uw mentor doet. Als die zegt, doe het eens een keer zonder die outlier, dan is de kans zeer groot dat je op die manier de stijl leert. Dat je die gewoontes gaat overnemen. Heb je een baas die zegt, van nee, dat kun je niet doen, dan is de kans zeer groot dat je die attitude overneemt. Eigenlijk zitten we een beetje met dit probleem. Dit is een sociaal dilemma. Want eigenlijk alles varieert van echte fraude naar helemaal zuiver op de graad. Maar er zitten heel veel variaties tussen. En ik denk dat iedereen wel een klein beetje boter op zijn hoofd heeft. Of heel veel boter op zijn hoofd heeft. We zitten namelijk in zo'n situatie waarbij jonge onderzoekers kunnen zeggen, en ook gevestigde onderzoekers, van ja, als ik het alleen zuiver speel, dan ben ik in het nadeel. Want die anderen die doen het allemaal. Waarom zou ik de enige zijn? Dan snij ik in mijn eigen vel. Dus ik denk eigenlijk dat ofwel dat er twee mogelijkheden zijn. Er zijn mensen die mij zeggen, ja, maar door dit soort van verhalen te vertellen haalt je de wetenschap door het slijk. Ik ben het daar niet mee eens. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel zuivert je de wetenschap, maar dat is denk ik in de praktijk niet mogelijk om dat helemaal zuiver te maken. Als mensen frauderen in de bankensector, als mensen frauderen in de politiek, in andere sectoren van de maatschappij, waarom zou dat in wetenschap niet gebeuren? We kunnen dat betrachten natuurlijk. Dat zou natuurlijk best zijn. Maar ik denk dat dat een ideaal is wat onmogelijk te halen is. Maar als dat niet kan gebeuren, dan is voor mij het alternatief dat we duidelijk maken aan de buitenwereld, die ons sponsort, die ons geld geeft, dat er meer dan 50 tinten grijs zijn in de wetenschap. Dat de wetenschap varieert van helemaal zwart naar helemaal wit.
maar dat er van alles tussen zit en dat we open kaart spelen. Om te besluiten, dit citaat van Broad and Waite: "Our conclusion in brief is that science bears little resemblance to its conventional portrait. In the acquisition of new knowledge, scientists are not guided by logic and objectivity alone, but also by such non-rational factors as rhetoric, propaganda and personal prejudice. Scientists do not depend solely on rational thought and have no monopoly on it. Science should not be considered the guardian of rationality in society, but merely one major form of its cultural expression." Dank u wel.